De effecten van kolonisme en slavernij zijn tot de dag van vandaag zichtbaar in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, institutioneel racisme, wit privilege zijn er allemaal op terug te voeren. En vandaag gaan we een bekend experiment doen. Eentje die aanduidt de ongelijke kansen tussen witte en gekleurde mensen. En het experiment, dat doen we hop, in het Scheepsvaartmuseum. Op de binnenplaats om precies te zijn. Waar vroeger grote VOC en WIC namen rondliepen. Zoals bijvoorbeeld de controversiële Michiel de Ruiter. Het is al lang geen wedstrijd meer. Het gaat er niet meer om wie er zielig is. Tijd voor een experiment. We hebben 25 personen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 22 jaar uitgenodigd voor een sprintwedstrijd om €100. Maar voordat ze echt gaan rennen, willen wij hen eerst iets duidelijk maken. En daarom heb ik de hulp ingeschakeld van Sarita Bajna. Zij is gespecialiseerd in privilegetrainingen. Dus de aangewezen persoon voor dit experiment. Welkom allemaal. Jullie doen mee aan een wedstrijd. Maar in een wedstrijd moet ook wat te winnen zijn, toch? Ja. Jullie gaan racen voor €100. Maar ik wil jullie eerst nog een paar stellingen voorleggen. Wanneer een stelling voor jou geldt, dan stap je naar voren naar de allereerste lijn. Dan ga ik een volgende stelling voorlezen. En als die voor jou geldt, dan ga je naar de volgende lijn. Als de stelling niet voor jou geldt, dan blijf je staan. Als er bij jou thuis voornamelijk Nederlands wordt gesproken, ga dan naar de allereerste lijn toe. Als mensen van jou verwachten dat je een hoge opleiding kan volgen, ga dan weer één lijn naar voren. Als je niet je eigen studie of huur hoeft te betalen, ga dan naar de volgende lijn. Het begint nu wel een beetje op te vallen dat ik nog als enige op de achterste lijn sta. Ja. Het voelt een beetje gek. Als je vrijwel nooit onterecht aangehouden bent geweest door de politie of de marechaussee, als je niet structureel wordt geweigerd in een club of kroeg, als je nog nooit benadeeld bent vanwege jouw naam, als jij je ouders niet hoeft te helpen met het lezen van moeilijke brieven, als je nog nooit uitgelachen of gepest bent vanwege jouw huidskleur, jouw neus... Maar ik weet dat witte mensen dat soort dingen niet ervaren. Het is voor hun gewoon makkelijk om door het leven te gaan, denk ik. In Nederlandse series en films hebben helden meestal dezelfde huidskleur of etniciteit als jou. Mensen ervaren jou niet agressiever of bedreigender vanwege jouw huidskleur. Als ik met vriendinnen uitga of zo, dan zie ik echt wel dat zij voorgetrokken worden als ze de club ingaan. En ik word sneller buiten gezet, omdat ik er agressiever uitzie. Op jouw werk of op jouw school behoor je met je huidskleur of etniciteit tot de meerderheid. Ik zie hoe vrienden en vriendinnen hier eigenlijk niet mee hoeven te dealen. En daardoor zie je het contrast eigenlijk best wel bij jezelf. Dat komt gewoon hard binnen. Als je afkomst of etniciteit nog nooit benoemd is voor een sollicitatiegesprek of bij aanmeldingen zoals voor school. Als jouw ouders of verzorgers jou nog nooit hebben verteld dat je 2 keer zo hard moet werken vanwege je afkomst. Het wordt mij ineens heel duidelijk waar je staat als Marokkaans-Nederlandse man. Ik ben letterlijk 2 plekken opgeschoten van het begin. Terwijl ik sommigen zie die letterlijk 2 plekken van de finishlijn verwijderd zijn. Achteraan staan alleen maar de mensen van kleur. Deze jongen staat al de hele tijd aan mijn zij. Voelt wel fijn ergens, maar wel. Het is wel pijnlijk duidelijk wat hier aan de hand is. Ik wil dat jullie je omdraaien om je heen kijken. Waar sta je en waar staan de anderen?
elke stelling die ik zojuist heb voorgelegd heeft niks te maken met of jullie ooit iets goeds of fouts hebben gedaan. Het heeft niks te maken met de keuzes die je hebt gemaakt, maar het maakt wel duidelijk dat een aantal van jullie hier betere kansen hebben op het winnen van 100 euro. Er was best wel veel verschil. Dus ik zat inderdaad ook al een beetje met het gevoel van, is het goed dat ik vooraan sta? Nou, natuurlijk, het is wel gewoon, ik voel me goed dat, inderdaad, dat ik vooraan mag staan. Maar wel slecht dat mensen natuurlijk echt al maar een paar stappen hebben gezet. Omdat we toch allemaal een mens zijn en allemaal gelijk zijn. En zo moet je ook gewoon in het leven staan en nadenken. Zo moet iedereen in het leven staan. De stellingen laten niks anders zien dat sommigen onder jullie betere kansen hebben gehad zonder er maar iets voor hoeven te doen. De positie waar je nu staat is representatief voor je startpositie in het leven. En die is dus niet, zoals jullie zien, voor iedereen gelijk. Maar ik ga jullie de optie geven om deze wedstrijd te houden met een gelijke start. Zodat iedereen evenveel kans heeft op het winnen van die 100 euro. Dus je kan kiezen. Blijf je staan waar je nu staat? Houd je je voorsprong? Of lever je je voorsprong in en ga je terug naar de beginlijn voor een gelijke start? Denk er goed over na. De keuze is aan jou. Ik heb al zo'n voorsprong op sommige mensen die achteraan staan, gewoon in het dagelijks leven. Ook al lullig gezegd, als ik dan ook gelijk dan dat ook weer pak. Is iedereen's keuze gemaakt? Ik vind niet omdat ik meer kansen heb gekregen dat ik dan op de laatste lijn moet blijven staan. Dat is gewoon niet eerlijk. Zou ik het willen veranderen, zou ik van de start willen beginnen. Maar ik keek even naar de realiteit en dacht ik, nou, ik weet waar ik vandaan kom. Dus ik zal echt niet terug willen. Iedereen klaar voor de start? 3, 2, 1, start! Je bent de winnaar. Bro, alsjeblieft. Misschien ga ik dit aan een goede doel geven. Ja, wat ga je ermee doen? Gewoon een goede doel geven, man. Omdat ik zag hoe moeilijk het was voor mij. Ja. En er zijn waarschijnlijk mensen die het moeilijk hebben dan ik. Dus ik heb het gewoon een goede doel. Ik heb het zelf niet nodig. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb het lang gestreden. Dus